hebben. Maar u bent bestuurder bij een pensioenfonds. En ook niet zo'n beetje pensioenfonds, het grote pensioenfonds ABP. Dus u hebt kennis van zaken. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je de enige bent met kennis van zaken. En wat wij nou juist gezegd hebben, wat ik zelf ook al vanaf het moment dat ik 1 december 2021 toetrad tot het bestuur van ABP. Dat is 1. Ik ben geen woordvoerder pensioenen. 2. Ik verschoon me eigenlijk van alle interne gesprekken over het pensioendebat. Ja. En ik stem tenslotte uiteindelijk, mogelijkerwijs vandaag, met de fractie mee. En dat is omdat je elke schijn van belangenverstrengeling wilt voorkomen. Ja. En U wilt zuiver zijn, daar komt het eigenlijk op neer. Maar anderen doen dat niet. Er zijn woordvoerders die wet behandelen, die wel degelijk ook betrokkenheid hebben bij pensioenfondsen. Nou, zei Henk Otte van de fractie Otte, vandaag jarig overigens, werd net gevierd in de Eerste Kamer, even kort voordat het debat begon. Die vroeg uw woordvoerder, uw collega van GroenLinks dus, in die Eerste Kamer, hoeveel anderen snappen nou echt waar dit over gaat? Antwoord van de heer Van Geurp, uw collega dus. Als u bedoelt dat ze voor 100% ieder detail doorzien. Antwoord van Otte. Ik bedoel dat ze in grote lijnen wat hier gebeurt. Dan is mijn antwoord eenvoudig, zei Van Geurp, namelijk nul. Het gaat hier om een pensioenpot van 1500 miljard. U hebt verstand van zaken en u doet niet mee. Nee, maar kijk, ik hoor ook bij die 0% die alles doorgrond van deze complexiteit. Hè. Dat doe je ook met elkaar. In het bestuur van ABP praten wij daarover en zijn we een divers samengesteld team. En precies daarom vind ik juist, kijk, het is helemaal geen persoonlijk belang van wat dan ook, hè, maar ik bedoel, het ABP staat voor 3 miljoen deelnemers. En via de federatie, zou ik maar zeggen, de koepel, wordt het natuurlijk gedaan aan beïnvloeding. Dat doet niet het ABP, dat doet die koepel, dat doe niet ik, maar dat gaat via andere mensen. Maar desalniettemin heb ik zelf gezegd, anders dan inderdaad sommige van mijn collega's, ik wil die schijn weghalen. Dus ik praat niet over pensioenen. Dus om even het voorbeeld te geven. Ja. Als er bij ons over pensioenen wordt gesproken, dan loop ik uit de fractievergadering en daar doe ik niet aan mee. Daar staat een Chinese muur tussen. En ik vind dat ook voor mijzelf is dat de enige goede, geloofwaardige manier. En dat laat onverlet dat er veel mensen zijn die verbinding met de pensioensector niet hebben. Ja. En die kennis vergaard hebben van die sector. En ik vind mijzelf volstrekt onafhankelijk, maar ik wil ook de schijn niet wekken. Nee. Nou, daar gaat het over. Dus u wilt het staatsrechtelijk zo zuiver mogelijk houden. Daar komt het eigenlijk op neer. Zo is het. Gaat u dan überhaupt voor deze wet stemmen? Dat weet ik nog niet, want ik heb gezegd als laatste in die treden die ik al, die ik net ook noemde, geen woordvoerder, geen betrokkenheid bij het interne gesprek. En dat laat ik iedereen weten, intern en extern, al zolang als dat het geval is. Is de laatste treden, dat is dat je het stemgedrag volgt van de woordvoerder. Ja. En dat is eigenlijk omdat je anders dan in de gemeenteraad, je kunt je niet onthouden in de Eerste Kamer. Maar nee, dat kan niet. Maar is die voorstem van de GroenLinks-fractie dan al zeker of nog niet? Nee, die is nog niet zeker. Nee. Heeft dat ook met dat staatsrechtelijke aspect te maken? Want er was een reden waarom ik u op dat staatsrechtelijke doorvroeg. Namelijk dat 3 hoogleraren staatsrecht hebben gezegd, een onderdeel van die pensioenrecht, van de pensioenwet is het pensioen voor politici. Dat is verankerd in de grondwet. Daar moet een 2/3 meerderheid voor zijn om dat te veranderen in de Tweede Kamer. Die was er niet. Dus zou de Eerste Kamer deze wet op deze manier helemaal niet kunnen behandelen. Ja, en kijk, nu komen we dus precies op het terrein waarvan ik zeg intern en nu ook extern, hè, of op andere momenten extern. Hier aan dit debat doe ik dus niet mee. Dit laat ik voor de collega's van de fractie. Die zullen die afweging moeten maken op basis van de informatie die zij hebben, de regering, de artikelen van hoogleraren, et cetera. Dus ik doe daar niet aan mee. Ik verschoon mij hiervan. Dus ik spreek mij niet inhoudelijk uit over welke ontwikkeling op het pensioendossier dan ook. Nee, terwijl u net zelf hecht aan staatsrechtelijke zuiverheid. Nou ja, maar dat is dus staatsrechtelijk zuiver. Dat je om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, doe je niet mee, ook niet aan het laatste staartje van ontwikkelingen in dit debat. Gaat u wel